Al sinds dat ik een klein gymmetje was, speel ik non-stop Tekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tag Tournament 1 en 2, Advanced, 3D, het boeit me allemaal niet. Zolang het Tekken is, vind ik het al heel erg snel leuk. Hier op Gamescom is Tekken 7 voor het eerst speelbaar op de PlayStation 4. En ik kan zeggen dat ik heel erg blij ben, want de formule die Tekken is, die is gewoon gewaarborgd. Het is een 1-op-1 fighting game, maar het speelt totaal niet zoals Street Fighter of Mortal Kombat. Sterker nog, het ligt er daar een beetje tussen. Het heeft de techniek van Street Fighter, als in je moet hoog raken, laag raken, midden raken. Je moet kijken wat de bewegingen zijn van jouw tegenstander om ze te kunnen counteren of te blokken. Maar daarnaast heb je ook combo's zoals in Mortal Kombat. Zeker als je je tegenstander in de lucht weet te krijgen en je weet dan hem in de lucht te houden door hem te slaan en te schoppen, dan is je kans op overwinning heel erg groot. Nou, wat is er nieuw in Tekken 7? Niet heel veel, de basis gameplay die is gewoon nog hetzelfde. Er is één grote nieuwe toevoeging en dat is een soort rage mode. Als jouw character op laag health terechtkomt, dan zie je een soort rode gloed om hem heen. Een soort Kaioken gloed uit Dragon Ball. En dat betekent dat je een rage move kan inzetten. Dit is een soort ultimate die extra schade doet als je hem raakt. En dat betekent dat je weer een beetje terug kan komen. Of dat dat ook meteen de laatste klap kan betekenen. Er zijn een aantal nieuwe characters toegevoegd. Katarina, een chick die een paar moves heeft geleend van Law. Die gast met al die salto's, die Bruce Lee guy. Ze was wel leuk. Gewoon prima character. Ik kan natuurlijk niet alles nog zeggen, omdat je moet een character heel goed leren. Je moet er uren mee aan de slag gaan voordat je echt kan oordelen over zo'n character. Een ander personage die ik natuurlijk heb gespeeld is Akuma uit de Street Fighter serie. En ik weet niet of hij heel goed past in deze game, want hij is best wel OP. Hij kan vuurballen gooien, hij heeft zijn uppercut move die heel veel dingen kan counteren, heb ik al gemerkt. En ja, zijn ronddraaien, tak, 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 zoals Ryu dat dan zou zeggen. Het zit er allemaal in en het bestuurt hetzelfde als in Street Fighter. Dus ik merkte meteen zoiets van, hè, dit is raar. Ik speel een Street Fighter character in Tekken. Het is tof, maar het past ook niet echt helemaal. En nu Akuma in deze game zit, is natuurlijk alle hoop op een Tekken versus Street Fighter. Het is gewoon helemaal verloren, want dit is eigenlijk wat we krijgen. Goed, als je liefhebber bent van Tekken, dan vind je dit geweldig, want dit is gewoon weer een nieuwe Tekken 7. Alleen vind ik het wel dat Bandai Namco er fucking lang over heeft gedaan om deze game eindelijk naar de PlayStation 4 te brengen. De arcade versie bestaat al sinds 2015 of zo en hij komt pas in het begin van 2017 uit. Holy shit, waarom heeft het zo lang geduurd? Maar als het zover is, dan ga ik weer Tekken spelen.